Hi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag wil ik een fliptour doen van dit mooie nieuwe mozaïek steent glasboek van A Bit of Pixels. A Bit of Pixels is een nieuw bedrijf. Zij zijn voornamelijk bekend van hun boeken met 3 bij 3 mm vakjes. De kleine vierkantjes. Maar dit is hun eerste stained glass mozaïek kleurboek. Geprint op zwart papier. Laten we eens eventjes een kijkje gaan nemen in het boek. Dit is de intro. This book belongs to. On black paper. Hier kan je je eigen kleurenpalet maken. En laten we eens eventjes een kijkje gaan nemen in dit boek. Zoals je ziet is de belijning heel erg dik. Dus je kan lekker met alcoholmarkers kleuren. Oh, deze is heel mooi, de leeuw. Ik denk dat je ook zo klaar bent met een plaat met alcoholmarkers. Ik denk dat je een half uurtje bezig bent met een plaat. Of iets langer. Maar ik zag dit boek en ik vond dit boek gelijk heel erg mooi. En ik hoop dat ze ook meer van dit soort boeken gaan uitbrengen. Ik vind de boeken met de 3 bij 3 mm vakjes ook heel leuk. Maar dit vind ik ook heel erg leuk. En dit kleurt ook heel rustgevend. Kleurt heel lekker weg. Dit is het kleurenpalet trouwens. En volgens mij is dat bij iedere pagina hetzelfde. Want volgens mij geven ze alle kleuren aan. En niet alleen de kleuren die je nodig hebt. Dat vind ik op zich wel jammer. Maar daar kom ik nu wel uit. Dat is niet het ergste probleem. Oh, die is heel leuk. De kat. Een header. Grote vlakken ook. Paard. Een eltje. Een mooie vlinder. En mijn papier is goed geprint. Het is goed zwart. Oh, deze is mooi. De beer. Olifant. Dolfijn. Ja, ik ben echt heel erg onder de indruk van dit boek, moet ik zeggen. Een walvis. Een stier. Een koala. Een raccoon of een rode panda. Even kijken wat vier is. Oh, vier is queen. Oké. Een hert. Een kikkertje. Een dromedaris of een kameel. Ik heb geen idee. Een neushoorn. En een vis. En dit is tevens de laatste pagina. Geprint op polenpapier. En dit is de achterkant. En zo zien de platen er ongeveer uit. Het is niet altijd precies hetzelfde, maar zo zien ze er ongeveer uit. Hier ook je kleurenpalet met de kleuren die je nodig hebt. Nou, dit was mijn fliptour van dit mooie nieuwe mozaïek stained glass boek van A Bit of Pixels. Een nieuw bedrijf. Ik zal dit boek even onderaan de beschrijving linken, zodat jullie zelf op Amazon kunnen kijken wat jullie van dit boek vinden. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als jullie dit een leuke video vonden, doe dan even een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. Vind ik altijd leuk. Hoe meer zielen erbij, hoe meer vreugd. En zoals ik al eerder zei, de community, het kleurencommunity is echt heel erg leuk. Ik wens jullie nog een hele fijne avond en tot de volgende keer.